Wacht, ik ga Nathan maar even in een boek zitten. Heb je aangekomen? Ik ben Nathan Anen. Ik ben Vera de Jager en wij antwoorden jouw vragen. We hebben daar gemeld, tegen die muur. Absoluut. En dat was een dag dat we alleen maar moesten muilen, die dag. Is dat? Ja. Dat kan ik me niet meer herinneren. En dat heel je gezicht zo rood zag van mijn baard. Oh my god, jawel, dat weet ik wel. Mijn gezicht lag letterlijk open en jij moest je altijd scheren. Ja. En mijn gezicht was echt zo geschaafd, zo die knuffels en kusjes. En ik denk zelfs dat je dat in die scène kunt zien, dat ik zo rode vlekjes heb. Als je nu niet ik zegt, dat is gewoon... Mijn favoriet personage is dan toch Robben. Ik vind dat Robben een heel leuk joie de vivre heeft. Waar ik echt jaloers op ben, dat Willem dat zo mooi heeft kunnen spelen. En jij staat op nummer 2. Dank je. Ik denk Luca misschien. Dat ze zo'n consistent personage is. En ik vind ook dat zij een hele leuke groei heeft meegemaakt. Ik denk dat ik het meest tegenovergestelde ben van Senna. Maar ik denk dat jij daar beter over kunt. Hij is echt een puppy. Hij is echt een puppy. Er zijn sowieso gelijkenissen. Maar nee, ik ben niet bad boy Senna in het echt. Mijn haar is eerst ontkleurd. En dan gekleurd. Omdat ik kom van deze kleur eigenlijk. Ik denk eigenlijk oorspronkelijk dat dat was omdat Femke en ik wat allebei lang bruin haar. Mm-hmm. En dat ze gewoon toch ergens zo dat onderscheid wilden maken. Zodat die twee beste vriendinnen, dat die niet te gelijkend waren op elkaar. Toen was ik echt nog zo een tiener, een kind. Ja. En door die haartransformatie, in die periode ben ik ook gewoon zoveel geëvolueerd als persoon. En ik zie me niet terug. Je ziet je niet meer teruggaan. Dan is er zo een die met zijn sterke drank aan de zijkant staat en zo een beetje meedanst. Maar ik ben echt een zwijn, denk ik, als ik aan het feesten ben. Je bent echt een Vlaamse feester. Ik ben echt zo een ongecontroleerd projectiel als ik aan het feesten ben. Dus dat gaat alle kanten uit, mijn armen, mijn benen. En... Je bent ook een heel vermoeiende, zatte persoon. Zeg. Nee. Dat is pruut. Sorry. Oké. Ik denk gewoon een heel oprechte, echte vriendschap. Ja. En dat is wel tof. Ik denk ook wel niet dat wij zelfs überhaupt vrienden zouden zijn zonder what the fuck. Ja, dat kan ik mij heel goed voorstellen. Wij zijn zo'n andere type personen. Ja. Veel gelach. Oh nee, mij. Maar dan ook, ik wil niemand de schuld geven. Maar als Mona begint te lachen... Dan komt het gewoon niet meer goed. En die heeft ook een mega aanstekelijke lach. Ja. Dus als Nona begint te lachen, dan is dat zo echt zo... Oké. En dan gaat hij zo, maar dan hoort je die nog zo gibberen. Oh my god. Denk hier op de speelplaats van... zeg niet dat je seks hebt gehad met mijn broer. Oh fuck. Senna heeft zo van die gigantisch hoge Nikes. Waarbij hij hun enkel zo helemaal is ingepakt. En na take 2 of 3 komt zo Tom naar mij en hij zegt zo, Nathan, jij doet iets raar. Ik zeg, hoezo doe ik iets raar? Ja, jij huppelt. Hoe huppel ik? Ik weet niet, je bent emotioneel, je zit kwaad, dus het ligt niet aan je emotie, maar je huppelt. Ik van, maar dat zijn die schoenen, ik kan niet lopen op die schoenen. Dus dan ben ik zo rap in de bak andere schoenen gaan aandoen. En effectief, de take nadien kwam Tom naar mij en die zei, nee, het waren de schoenen, het is oké, het is oké. De intieme scènes waren heel frustrerend, want vele stinkt. Ook al staat daar een camera en ook al staat daar een regisseur dat wil dat die scène er is, mm-hmm. Wij geven uiteindelijk nog altijd aan wat voor ons comfortabel is of niet. Mensen vragen altijd van, als het een seks scène, zijn er niet bang dat je een erectie gaat krijgen? Nee, want dat is super technisch, dat is super zo van, nu dat, er is niks romantisch aan. Nee, mijn mama vond het heel mooi, de intieme scènes. Oh, mijn mama ook. Toen met die kusscène van Senna en Zoe stuurde die echt zo van, ma, zo mooi. En dan denk ik, mama, dat is een personage. Dat is fake, ja. Oh, mijn mama die is ook die is zo verliefd op Nathan, dat is niet normaal. Die periode waarin seizoen 2 gefilmd was, daar kan ik echt op terugkijken, denk ik dat dat een van de meest interessante periodes is geweest in mijn leven tot nu toe. Dat was dan met u,
en Tom Goris. Daar heb ik gewoon ontzettend veel van geleerd. Dat was de eerste keer dat ik echt zo vrijheid proefde. En zo echt zo voelde dat ik aan het leven was en deed wat ik graag deed en alles viel op zijn plek. Dus ja, ik denk dat mijn mooiste herinnering is. Voor mij gaat het niet zo per se over één specifieke herinnering. Bij mij is het gewoon van dat heel die cast zo een vriendengroep is geworden. Ik denk dat dat altijd gaat blijven. Ja, gewoon het geheel van what the fuck is leuk, ja. Is de leukste herinnering. Gewoon die boog dat we samen hebben afgelegd. En ik hoop echt dat als we allemaal zo verder stappen zouden nemen in onze carrière, dat we zo elkaar tegenkomen op set. En dat gewoon krak hetzelfde is. Daar geloof ik ook wel in.